Welkom bij de persconferentie. We gaan nabeschouwen met beide trainers. We'd like to start off with you, sir, Mr. Pardew. Okay. Yeah, it was obviously a tough night for us. We gifted goals, and we can't afford to do that. It's particularly a team of this quality. We were probably missing too many key players tonight. Shaquille not being available, Goosens, no Malone. No Lex as well. We didn't really have enough experience on the pitch, and I thought that showed at times. Having said that, as I say, the goal was all preventable in our case. I'm sure a slightly different view from the other side, but we should have done a lot better. And I'm disappointed with the performance, if I'm honest. But I think we have a very different game on Friday. We've got to dust ourselves down and make sure we're ready for that. Thank you. Arne, zou ik graag het woord aan jou willen geven. Vorige week van Ajax gewonnen. En we hebben natuurlijk heel veel de afgelopen week moeten horen van hoe gaan ze dan nu reageren. Omdat de vorige keer dat we hier thuis van Ajax wonnen, dat we verloren van Sparta. Nadat we maar 5 minuten een rode kaart kregen. Dus dan moet je nu ADO thuis. Die hadden we goed geanalyseerd. Dus we hadden ook het idee dat we goed hadden aangegeven waar we ze pijn konden doen. Maar toen de wedstrijd startte bleken ze in een volledig andere formatie te spelen. Maar een van de dingen waar we dit seizoen heel goed in zijn is op het moment dat we de bal verliezen, dat we er bovenop duiken. En dat resulteerde ook in de penalty situatie van Dani de Wit, die Teun weer onberispelijk binnenschoot. En de 2-0 was wel een mooi moment voor Owen natuurlijk, die zijn eerste eredivisie goal maakte, hoorde ik zojuist. Nou, komt heel vaak door, komt heel vaak in gevaarlijke posities. Is dan vaak degene die kijkt of hij hem af kan leggen. Ik zie Pascal achterin staan. Die heeft ook al veel met hem gesproken over het feit dat hij hem een keer ook zelf kan schieten. Hard binnen kan schieten. En het is mooi om te zien dat hij hem vandaag dan maakt. Nou, 2-0. Dan denk je eigenlijk van nou, dan zullen we die wedstrijd wel gewonnen hebben. Maar dat was ook het beeld wat misschien iedereen wel had. Maar ik vond zelf toch dat de tweede helft, nou, het tempo wel een beetje verdwenen. Dat we te weinig op zoek waren om de 3-0 te maken. En gelukkig heeft dat maar tot 1 echte kans voor ADO geleid. En voor het overige hadden we wel controle, heel veel balbezit. Maar vond ik wel jammer dat we vanuit het vele balbezit niet zo heel veel kansen hebben gecreëerd. Uiteindelijk wel mooi dat als je tegen een verdedigende tegenstander als deze speelt, dat je op het einde nog 2 goals maakt. En dan met 4-0 wint, waardoor je en de 0 houdt, 4 goals maakt, goed voor de doelsaldo. En voldoet aan de verwachtingen, namelijk dat je thuis van ADO wint. Want spannender hoeven we het ook niet te maken. De komende 2 uitwedstrijden zullen ook voor ons een grotere uitdaging zijn dan de wedstrijd, denk ik, van vanavond met VVV en Groningen. Maar daar kijken we ook wel weer met heel veel plezier naar uit om die wedstrijd te gaan spelen. Dankjewel. Zijn er vanuit de zaal nog vragen? Dat dacht ik al. Robert, er komt een microfoon bij je. Als je even zou willen wachten tot Laura bij je is, dan zou ik zeggen, ga je gang. Aardig gepresenteerd. Is dat inderdaad van, zeg maar, de les van de vorige keer winnen van Ajax? En nou, dan ga je misschien een beetje zweven. En dat je nu weet van mentaal, nee, we moeten nu ook weer winnen. Als je titelkandidaat bent, moet je deze wedstrijd winnen. Heb je daar iets mee gedaan in de groep? Of zie je dat die groep daar goed op reageert? Nou, je moet elke wedstrijd winnen. Het verschil is natuurlijk wel tussen deze 2 wedstrijden, dat we destijds in een heel druk programma zaten, waarin we door de week ook nog Groene Ster hadden gespeeld. Nu hadden we eigenlijk een week de tijd in aanloop naar deze wedstrijd. En hebben we vooral met elkaar besproken, okay, laten we nou vooral heel veel hetzelfde doen wat we altijd doen. Maar we hebben ook geconstateerd in de wedstrijden die we na de winterstop verloren hebben, dat we op momenten wel eens vergaten, of nou, misschien niet vergaten, maar niet maximaal terugsprint. Ze hebben keihard gewerkt in die wedstrijden. Maar als je op 2-3 momenten laat lopen, dan kan je tegen tegengoals aanlopen in een bepaalde fase van het seizoen. Daarom was het voor onze staf heel mooi om te zien dat ze elke keer dat we vandaag de bal verloren, dat ze er bovenop zaten en dat we elke keer binnen een paar seconden die bal terug hadden. En ja, dan is het ook wel lekker dat je natuurlijk al vrij vroeg in de wedstrijd goals maakt. Was dat Robert? Ja, misschien nog eentje dan. Als ik ook de jongens hoor praten, dan wil iedereen nu ook gewoon kampioen worden. Dat is wat nu ook gewoon de inzet is. Is dat ook nog een andere mindset die je daarvoor nodig hebt of niet? Dat mag ik hopen dat ze dat willen. Ja, nee, maar het is anders, want nu moet je. Hè? Dus het is nu niet meer van leuk te even meedoen. Nee, nu gaan ze op je jagen. Dat is ook een andere, ja, toch een andere mindset ook misschien. Ja, zeker. Maar het is wel een mindset die we heel graag hebben. Want er zit een collega naast me die ook heel veel druk heeft. Maar ik denk een vervelendere druk om te hebben dan de druk om kampioen te worden. Dus ik denk dat hij heel graag met me zou willen ruilen. En ik niet met hem, eerlijk gezegd. Nee. Zijn er vanuit de zaal verder nog vragen? Als er geen vragen meer zijn, dan gaan we afsluiten. Wil ik u bedanken voor uw komst en graag tot de volgende keer en een mooie avond. Dank u.